We hebben 3 wedstrijden vanmiddag op programma staan. De laatste wedstrijd van de dag is die ik eruit wil pikken, Schaffjelling tegen Rune. En ik denk dat we een mooie wedstrijd gaan zien met de harde slagen van Schaffjelling en het gevarieerde spel van Rune. En ik denk dat Rune uiteindelijk wel zal winnen. Ja, de avondwedstrijd, 19:30, dat is waar we allemaal op gewacht hebben. Yannick Sinner, de Australische openkampioen, nummer 4 van de wereld, eerste geplaatste hier, speelt tegen de Nederlander Botu van de Zandschulp. In Australië was ook al gespeeld, de eerste ronde tegen elkaar, toen won Sinner. Ik ben benieuwd. Sinner natuurlijk de man in vorm, vol zelfvertrouwen, maar Botu speelt thuis. Is bezig met de weg terug naar boven te vinden. En wie weet vindt hij hem woensdag. Ik denk dat we een mooie pot gaan zien. En ben benieuwd of Sinner de vorm kan vasthouden van Australisch ook. En vandaag gaat natuurlijk het wheelchair toernooi beginnen. En daar gaat Esther wat meer over vertellen. Het rolstoeltennis toernooi staat op het punt van beginnen. En ik kijk daar natuurlijk onwijs naar uit. Het is weer een mooi evenement wat we hier in Rotterdam hebben. Volledig geïntegreerd binnen het ATP-toernooi. En ik mag best wel zeggen dat ik trots ben op het deelnemersveld. We hebben natuurlijk een mannentoernooi en een vrouwentoernooi. En bij beide toernooien zijn de nummer 1 van de wereld aanwezig. Bij de vrouwen is dat natuurlijk Diede de Groot uit Nederland. Zeker eentje om in de gaten te houden. En bij de man is dat Elfie Hewitt. Super trots dat hij alweer naar Rotterdam is gekomen. Een van zijn favoriete plekken ook wel om te spelen. En daarnaast denk ik ook wel dat we toch ook even de Nederlanders mogen uitlichten. Dus Michael Scheffers uit Nederland, Tom Egberink en Ruben Spaargaren, nummer 7 op de wereldranglijst op dit moment. Is toch wel leuk om een keer in Rotterdam in actie te zien. Ik denk zeker dat het vernoemen waard is dat wij hier een wheelchair arena hebben voor het eerst dit jaar. Specifiek opgebouwde baan. Waarin zeg maar, rolstoeltennis nog beter tot zijn recht komt. Dus absoluut de moeite waard om even een kijkje te gaan nemen in hal 1 bij de Wheelchair Arena als de wedstrijden beginnen.